In the port of Amsterdam, there's a sailor. This is Gay Pride Amsterdam 2017. Ridiculous. Yeah. Yeah. I mean, there's like normal people who can do everything everybody can do, and they shoot on churches like we're some disabled, strange people. We're not. We're normal people. We're just a bit different, like everybody else. Yeah. With a different background. Yeah. Everybody has differences, right? Well, you can't help your emotional feelings and the way you feel, can you? No. It's just natural for us. But yeah. It's who we are. We're not strange. We're just normal person. Yeah, you are who you are, basically. Exactly. And Trump's taking the world backwards, isn't he? Yeah, at the moment. Very much. And everybody wants him impeached, to be honest. Sorry? Yeah. Everybody wants him impeached, to be honest. He's a lunatic. Yeah, impale Trump. He's paramount to a dictator. I wonder if Trump even knows transgender people. Yeah. The way he talks about this, it's like he never met somebody. So where's the trans parade going today? We're going to Vondelpark. Where's that? I've only just come into town last night. Here in the center. And how far is that from here? 5 kilometers, something like that. Yeah, I think 5 kilometers. Thanks a lot. So we walked through the city to... Right, what are your names? ...protest for our rights, our place in the world. And what's your name? Jinte. And what's your name? Melissa. Thanks very much. We moeten niet vergeten dat we voor onszelf, onze naasten, de toekomstige generaties in onze aanwezigheid, bestaan, liefde, uiting, mars, dat we een daad van verzet richten. En dat is iets dat we toch echt samen moeten doen. Dank jullie wel. Dank je wel, Therese. En dan mag ik nu aankondigen het Amsterdams Gay Men's Choir. You can't walk this anymore. U weet hoeveel jullie zijn, want daar staat het namelijk ook nog helemaal hartstikke vol. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik vanmorgen wakker werd en het
kletterde van de regen, dacht ik bij mezelf, dat wordt helemaal niks. Maar jullie zijn er en dat is geweldig. Een beetje regen zijn we niet bang. Ik had met het samenstellen van het programma hier iemand uitgenodigd die ik belangrijk vond om hier aanwezig te zijn. Maar hij kon helaas, hij kan helaas niet aanwezig zijn. Maar we zijn afgelopen dinsdag bij hem langs geweest om een video op te nemen. Zoals je ziet, we hebben geen grote video, want we hebben geen geld voor. Dus we gaan zo meteen naar het audio file luisteren. En de video staat vanaf vanmiddag op onze Facebookpagina. Ik vraag jullie aandacht voor onze burgemeester Eberhard van der Laan. Fijn dat jullie er aan het zijn. Helaas kan ik er zelf wegens vakantie niet bij zijn. Ik wil jullie graag een hele goede Pride Walk toewensen. En natuurlijk ook een grote Pride, een goede Pride volgende week. Waarom? Omdat jullie het bewijs zijn dat je in deze fijne stad van zijn wie je bent, kunnen houden van wie je wilt. Zet hem op. En dat was onze burgemeester. De Pride Walk is in een paar jaar uitgegroeid tot iets moois, iets groots, iets van de community, iets van ons allemaal. En het feit dat we hier met z'n allen weer staan, dat we hier in vrijheid kunnen laten zien wie we zijn. En tegelijkertijd ook aandacht vragen voor die mensen die hier niet kunnen zijn, toont dat wij als community een fantastisch hart hebben. Een heel groot hart. Vol met liefde. Dat tonen jullie hier met z'n allen. En dat tonen we straks in het Vondelpark. Dat tonen we de hele week tijdens Pride. Maar dat tonen we eigenlijk het hele jaar door. We gaan vandaag van hier naar het Vondelpark lopen. En dat is best nog wel een dingetje. Straks gaat Daan Spelen jullie precies uitleggen hoe we hier het invoegen en het georganiseerd hebben. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat jullie nog heel veel andere bijeenkomsten van de Pride gaan bezoeken. Want er is veel te doen, meer dan 100 activiteiten. En dat zijn echt niet alleen maar feesten. Zorg dat je erbij bent. Kom naar die activiteiten. Laat je stem horen. En maak ondertussen ook een beetje feest. Dankjewel dat jullie er waren. En we zien elkaar straks in het Vondelpark. En dan de eer aan de laatste spreker, dus Daan Smelen, als eerste deelnemer van de Pride Walk, nu alweer 5 jaar geleden, is het logisch dat zij jullie gaan uitnodigen om deel te nemen aan de parade. Zij gaat uitleggen hoe ze bedacht hebben en waar ze vanaf hier veilig van het homo-monument naar het Vondelpark kunnen gaan. Ga je gang, Daan. Yes! En de regen is weg, dat is ook mooi, hè? We gaan zo meteen de Pride Walk lopen. Er staan al wat mensen hier achter mij opgesteld. Wij hier op het plein gaan het anders doen. Wij gaan geduld hebben. Want hier staan hier namelijk hiernaast zijn allemaal auto's. En er zit muziek op. En een gezelligheid. En we gaan zo langzaam, ga je hier zo bij deze boom. En dit is een soort van koord. Daar tussendoor ga je invoegen. En dan word je gewezen van ja, en nu gaat de volgende groep, en nu gaat de volgende groep, en nu gaat de volgende groep. Is dat duidelijk? Ja! Dus hier voor het hoge driehoek, bij de rode prullenbak, daar gaan we de Pride Walk invoegen. En daar, wat ze daar doen, dat wordt daar geregeld. Ik wil jullie... Hoi! Er zijn ook nog wel wat mensen nodig om borden te dragen. Helemaal vooraan, dus als je dat wil, dan kan het daar. En er zijn ook nog mensen nodig die de hele mega grote homo-monumentvlag van 25 meter willen dragen. En dat is toch ook een stukje trots, hè, van het homo-monument. Ik wens jullie allemaal een hele goede Pride Walk. We houden het droog en we gaan een super mooie... Thanks to everyone at Pride Amsterdam 2017. Music with great thanks by Jasmine, Hustle Life Studios in Plymouth. This has been a Chris Smithfield video production 2017. You can contact me at ccsvetto12@hotmail.com. And if you'd like to sponsor my videos, you can pay for me at ccsvetto1@gmail.com.
Thanks for watching the video.